Goedenavond, ik ben Frank Bakkenes, chef-kok van restaurant Bentink. En vanavond ga ik u meenemen door dit menu. Om te beginnen zetten we de oven aan op 180 graden hete lucht. Vullen we een pan met 2 tot 3 liter water. Dus brengen we aan de kook. Gaan we onze handen wassen. Gaan we de tafel dekken. Onze handen wassen en aan de slag. Geniet ervan. Nou, om te beginnen met het brood en de amuse. Het broodje doen we eventjes in de oven. Dat doen we 6 minuten. Dan wordt hij weer lekker krokant van. Dat is natuurlijk wel het lekkerst. Het botertje is al helemaal klaar. Deze kan u uit het bakje halen. Een leuk botje doen. Mesje erbij. En is af. Dit kan eventueel ook alvast wat eerder op de avond. Kan die vast even op temperatuur worden. En de amuse. De amuse. Pompoenmoes. Een bolletje van pompoen, citrus gel en pompoenpit crunch. In de moes hebben we ook een klein beetje curry gedaan. Nou, dan strooi de crunch eroverheen. En het is klaar. Voor mij was het makkelijk, want ik had voor 1 persoon crunch en 1 amuse. Voor u thuis is het natuurlijk verdelen de hoeveelheid crunch die u heeft gekregen, verdelen over het aantal bakjes die u heeft. Als dan na 6 minuten het broodje klaar is, kan u gaan beginnen. En dan zien we u zo meteen terug bij het voorgerecht. Geniet van de avond!